Het Nederlands elftal maakte een valse start afgelopen vrijdag in de Nations League tegen België. Nou, volgt dan hier vanavond in de Galgenwaard in Utrecht de revanche tegen Engeland. Dat is de vraag voor deze wedstrijd. Aan de sfeer ligt het niet. Die is hartstikke fijn hier in Utrecht. U hoort als commentator bij deze wedstrijd Frank Wielaert. Veel plezier. Ja, daar is veel dat doet herinneren aan juni 2017, de openingswedstrijd van het EK. Nederland tegen Noorwegen, dat was hier in Utrecht. Toen was de sfeer ook uitstekend. Sarina Wiegman en het Nederlands elftal toen werden bijna overrompeld door de Oranje Zee, waar ze bij arriveerden aan de buitenkant van dit stadion. Nu is er aan de binnenkant natuurlijk gewoon weer de Oranje Zee. Is er gewoon weer Sarina Wiegman en het Nederlands elftal. Maar Sarina Wiegman coacht Engeland. En dat is toch wel een beetje gek. Dat is voor haar gek. Dat is voor ons ook een beetje gek. En ik denk dat ze het in Engeland ook wel een beetje gek vinden. Die zijn bang dat we haar terug willen. En waarom zouden we dat niet willen, zou ik bijna willen zeggen. Hoezeer we ook in goede handen zijn bij Andries Jonker. Maar eerst deze wedstrijd. Want hier draait natuurlijk alles om. Nations League, plaatsing voor de Olympische Spelen. Daarvoor moet je eerste worden. Jonker hoefde dat niet per se, maar zijn speelsters wilden dat allemaal wel. En na de nederlaag tegen België moet er nu gewonnen worden van Engeland. Er is geen andere optie als je naar de Spelen wilt. En daarvoor zijn ze allemaal komen kijken. Het is natuurlijk een geweldig affiche. Er zijn mensen binnen de KNVB die heel hard hebben geprobeerd om deze wedstrijd in de Kuip te krijgen. Dat is niet gelukt, maar ja, laten we zeggen, dit is een goed alternatief voor het Nederlandse elftal. Ze zijn hier graag. En we gaan luisteren naar de volksliederen. En die worden live ten gehoor gebracht. Dit zal door Emily Hay. Zo hoog komen die meiden niet, hoor. En er waren er in het publiek een paar uit Engeland die het wel degelijk geprobeerd hebben, zo te zien. Maar ook het Nederlands volkslied wordt live gezongen door O'Gene. En Alisa Score. Please rise and to respect for the national anthem of the Netherlands. This will be performed by O'Gene and Alisa Squire. Het koor was wel iets groter dan aangekondigd. Een stadion vol. Met mensen die meezingen met het Wilhelmus. En dan de coaches. Andries Jonker gaat even de tegenstrever opzoeken. Sarina Wiegman, de twee zijn voetbalvrienden, zoals ze dat noemen. En hier is dat te zien. Sarina Wiegman, speelster in de tijd dat Andries Jonker al interim bondscoach was. Het begin van deze eeuw. En sindsdien altijd contact gehouden.
Wiegman heeft stage gelopen bij Jonker. Geleerd om trainer te worden, mede geleerd om trainer te worden. En dit zijn de 11 van het Nederlands elftal. De vertrouwde namen, hetzelfde als tegen België, behalve dan Van Bommelaar. Die is dus weer fit en terug. Niet onbelangrijk in deze ploeg, want een goede keeper internationaal gezien. Niet fit, daar wordt nog steeds een beetje mysterieus over gedaan. Geen woord over wat er precies aan de hand is. En bij Engeland is Alicia Russo, we zagen al heel even, op de rug weer terug bij het elftal. Door Wiegman buiten de selectie gelaten, eventjes tegen Schotland. Want die had al Champions League voorronde gespeeld met Arsenal. Overigens niet door naar de volgende ronde. In tegenstelling tot Twente en Ajax. En Russo mocht dus tegen Schotland even rust nemen. Maar is er vandaag tegen Nederland. Dat nemen ze bij Engeland toch ietsje serieuzer dan Schotland. Gewoon weer bij. Martinsic is de scheidsrechter. Geen onbekende voor de Nederlandse vrouwen. Want op het WK was zij nog de scheidsrechter tegen Vietnam. In Dunedin was dat. Die 7-0. En op het EK van 2022 was hij scheidsrechter in de wedstrijden tegen Portugal en Frankrijk. Internationaal gelauwerd dus. Prima scheidsrechter. Weinig op aan te merken. Tot vandaag in ieder geval. 2 ploegen in vertrouwde samenstellingen. En bij Nederland, ja, die zijn natuurlijk teruggekomen van het WK na een kwartfinale. Uitgeschakeld door Spanje. Heel teleurgesteld. En Engeland, teruggekomen van het WK, uitgeschakeld. Althans, de finale verloren. En dus geen wereldkampioen geworden, dankzij Spanje. Er gebeuren allemaal vreemde dingen voorafgaand aan deze wedstrijd. Live gezongen volksliederen, dat vonden ze al bijzonder. En de bal gebracht door een autootje. Dat is al wel vaker gebeurd, maar toch vinden ze dat wel bijzonder. In dit geval Georgia Stanway, die de aftrap gaat nemen. Eerst het knielen, afgesproken. De Engelsen doen dat eigenlijk altijd. Even laten zien dat je anti-racisme bent. En dan is die wedstrijd begonnen. Engeland had ook moeite met Schotland. Nu kijken hoe het gaat in deze wedstrijd. Hoe goed kan Nederland zich wapenen? Tegen een prima elftal dat zelfs als het niet goed speelt, toch nog een prima prestatie kan neerleggen. Erbs op zoek naar Brons. Heeft daar te maken met Brugts. Beide speelsters van Barcelona tegenwoordig. En daar het eerste blessuregeval. Dat is van Carter, Jess Carter. Dan moet het spel meteen worden stilgelegd, want die heeft last van haar hoofd. Maar er is nog even geen contact mee te krijgen. Na deze actie. Met Lieke Martens. Daar moest ze even van bij komen. Zij zegt, ja, dat was een elleboog. Ik denk dat dat wel meeviel. Die zat er wel bij. Maar om nou te zeggen dat die bewust geplant was, dat lijkt me schromelijk overdreven. Er is geen VAR. Dus iedere genomen beslissing op het veld is de beslissing. Dit is Berestein. Tegenover diezelfde Carter. Brugts. Roort. Nederland voor het eerst dreigend in de aanval. Groene maakt in ieder geval goed die bal vrij. En Dijkstra. Eerste echt grote wedstrijd ook voor Dijkstra. Dat ze de basis mag beginnen bij Oranje. Jansen. Schot van afstand.
Millie Bright gooit zich ervoor. En Engeland compact terug. Die hebben we gezien. De wedstrijd tegen België, dat werkt tegen deze ploeg. Brugts. Lucy Bronze opzoeken. Durven. Zo kan het ook. Proberen te schieten. Dan kan het nog dreigend worden. En nu oppassen met de omschakeling met Russo daar. Geen probleem voor Dijkstra. En het juichen bij het eerste balcontact van Van Domselaar. Martens. Van Domselaar. Dijkstra. Een gooi voor Nederland. Belova. Hij had dus de moeilijke beslissing te maken om Weimar buiten de wedstrijdselectie te houden. Dijkstra op zoek naar Berestein. Geen controle over de bal. Carter wegroeien voor de zekerheid. Dit is gecontroleerd wegspelen. De bal is ze kwijt. Dijkstra binnendoor voor Palova. Dat is een prima paas. Daly gezien. Ah, die bal terug net niet goed. Achter Martens en te ver voor Van de Donk. Prima die eerste echte dreiging van het Nederlands elftal. Dat er nu al anders uitziet dan in de eerste helft tegen België. Palova. Tegenover Daly. Dat zijn twee wingbacks die eigenlijk aanvallers of middenvelders zijn. Palova de middenvelder. Daly spits eigenlijk. Brugts. Tegenover Brons. Brugts. Combineren. Even geen controle. Dat is niet erg, want daar is Martens nog. Oranje heeft de bal, maar hier even geen contact tussen Martens en Palova. Dat is zonde, want niet nodig. Daar nog een keer die bal tussendoor. Zeker geen buitenspel. Al doet het er niet toe, want er is geen VAR. En deze paas dan net niet goed. Palova. Dit is wel goed. Martens was het. Dit is Palova. Palova wordt weer achteruit gestuurd door Martinčić, Kroatische scheidsrechter. Spitsen. Nederland dominant in de eerste paar minuten van deze wedstrijd. Nogal dominant. Brugts. Levert in. Zellum. En via Brugts gaat die bal uiteindelijk over de zijlijn. Dus mag Brons gooien. Zellum. En hem. Een soort van herboren in het Engelse elftal als spits. Tegen spits opgeschoten. En de omschakeling met dank aan Roor. Die wil graag door. Van der Donk zegt doe maar diep. Maar het is niet diep genoeg. Met dank aan Bright. Met iets te enthousiast. Jill Roort. Tegen Georgia Stanway.
Greenwood. Daly. Echt een lekkere bal. Dan kwam Martens gewoon achteraan. Carter met de lange bal. Even hopen op Toon daar. Zover komt het niet. Nederland neemt over via Roord. Dijkstra. Tegen België speelde Jansen nog vanuit het midden. Nu is dat spitsen. Niet echt lekker aangenomen door Brons, maar te laat gezien door Brugts. Carter. Jansen komt goed voor de tegenstander. Stanway. Ruimte bij Daly. De bal richting Russo. Beetje onderbroken, half onderbroken door Jansen. Die reageert hij dan wat laat, maar het wordt opgelost. Met dank aan Roord. In ieder geval tijdelijk. Overtreding gemaakt door Katie Zellen. Diepe bal op Berestein. Net te diep. En Urbs stond er al op te wachten. Op die diepe bal. Greenwood. Paas achter Dijkstra. Hem weet dat Russo hier ergens is. Dat weet Jansen ook. Dus die doet dit. Laat maar, zegt Brons. Dus gaat Russo weer naar de spits. Geen probleem voor Van Domselaar. Een hoge bal van de zijkant. Van Domselaar. Dit seizoen, want het is inmiddels al begonnen. In Engeland nog niet officieel. Dan begint het allemaal in oktober. En dat al snel. Zij gaat voor Aston Villa spelen. De club van Rachel Daly. En die kant voetballen we nu op. Met Roord. Rachel Daly direct de tegenstander van Palova. Dijkstra. Hier is even wat ruimte. En dan begint de zoektocht naar de vrije man of het schot. Dat komt er niet echt. Van Palova. De eerste goed 10 minuten van deze wedstrijd. Lekker vertrouwen. In de aanblik van dit oranje. Als je het vergelijkt met die wedstrijd van vrijdag. Jansen geraakt, maar gaat wat makkelijk liggen. Russo gaat door, Toon ook. Van de Donk komt helpen, Brugts ook, en dat is genoeg. Groene, op tijd gecoacht. Dat Hemp in de rug was. Jansen. Dijkstra, weer die diepe bal. Weer voor Berestein, net te scherp. Het is wel duidelijk dat Nederland daarnaar op zoek is. Die ruimte achter de verdediging, achter die drie verdedigers van Engeland. En dan Berestein met de snelheid tegen Bright. Om het maar voorzichtig uit te drukken, die moet ze kunnen hebben. Moet die bal nog een keer goed vallen.
Engeland maakt het speelveld weer klein. Spitsen. Je kan een aardige lange bal versturen. Deze is goed in de richting van Martens. Maar de aanname niet lekker. Dat geldt ook voor Russo. Dus toch weer oranje van de Donk. Brugts. Van de Donk was nog even aan het coachen. Dat had Brugts niet gezien. De Donk miste bijna daardoor de bal. Dit is de verstandigste oplossing. Even de ruimte zoeken. Even de drukte uit. Roort, balverlies tegen hem. Daly. Russo en hem. Daly. Zellum. Kijkt richting Brands. En verstuurt die bal ook die kant op. Brands. Herbs. En Greenwood. Die verstuurt graag de lange bal. Nu ook weer. Dijkstra. En Berestein. Even met wat tijd en ruimte. Maar dan een bal waar Palova niks mee kan. En je ziet het wel bij meer ploegen die het WK gespeeld hebben. Het is toch lastig om weer op te starten. Dat doet de een in zo'n groep wat makkelijker dan de ander. En bij Engeland zie je het wel terug. Ja, die hebben de WK-finale verloren. Dat voel je wel even. Zelfs als je er goed mee om kan gaan, voel je dat wel even. Is dat niet zomaar verwerkt? En Nederland had ook veel moeite met de uitschakeling tegen Spanje in de kwartfinale. En als je elkaar daarna weer voor het eerst ziet, dan is het eerste waar je aan terugdenkt, dat moment waar je liever niet aan terugdenkt. Verliezen van Spanje. En dat geldt voor deze twee beide landen. Greenwood. Toen niet langs Dijkstra. Daly, prima die bal verdedigt op de grond. Dat is niet makkelijk. Engeland in de kleine ruimte. Greenwood, moeizaam. Hem, bal over de zijlijn, ingooi Nederland. Palova zoekt een ruimte aan de andere kant. Jansen, hier is die ruimte. Bij Brugts. Hier vandaan kun je gaan voetballen, want Brons laat haar met rust. Maar dan moet je niet zo Martens inspelen. Toen. Die vroeg letterlijk om een vrije trap. Elatoen. Startte niet. Tegen Schotland. Toen startte Lauren James. Berestein, buitenspel gegeven. Hier vandaan gezien was dat correct. Beetje woorden met Greenwood. Seedorf is ook aandachtig toeschouwer.
nu terecht bij deze vrouwen interland. Ik kan goed over voetballen praten. En omdat het Clarence Seedorf is, ben je toch ook wel benieuwd wat hij van dit soort momenten en wedstrijden vindt. Jansen, meteen weer op zoek naar Berestein. Bal goed afschermen, dat lukt tegen Greenwood. En hier vandaan doorvoetballen. Er gaan toch nog kleine dingen mis, waardoor het tempo uit die aanvallen gaat. Spitsen, probeert te openen op Brugge. En die kan het op maat, kijk maar. Prachtig gedaan. Jansen gaat op zoek naar Brons. Dan wordt hier meestal met rust gelaten. Kan schieten. Martens. Van der Donk heeft de positie van Jansen overgenomen. Die is voorin blijven hangen. Brugt. Prima paas van der Donk. Ruimte bij Dijkstra. Prima gevonden. Brons. Brugt. Ja. Als Brugge daar de bal heeft, dan begint iedereen te roepen om schieten. Maar dat is wat ver weg. En er stonden nog wat mensen voor. En dan is dit buitenspel en dan weer net niet goed genoeg. Het is voor haar toch wat anders om in het Nederlands elftal te staan als talent van PSV. Nu is ze speelster van Barcelona. Prachtige stap. Maar met Barcelona achter je naam wordt er anders naar je gekeken. Daar kan zij niks aan doen. Maar daar moet je wel mee omgaan. Russo. Deze twee ploegen weten elkaar aardig te neutraliseren. Nederland met die ene aanval. Via Pelova. Nog het meest gevaarlijk. Jansen openen. Niet ver genoeg. Daly neemt geen risico. Nederland wil tempo spelen. Groene. Don Carter net goed genoeg. Toen. Geen fijne aanname. Pelova ertussen. Roort. Die wordt meteen gelanceerd. Roort. Roort. Herps. Scoorde makkelijk en veel. Voor de ploeg die de kwartfinale haalde. Op het WK. Scoorde ook tegen België. Op assist van Berestein. Martens. Sarina Wiegman probeert bij te sturen. Zo'n kleine overtreding. Weer tegen Martens is dat. Weer van Stanway. Die heeft wel vaker van dit soort dingen. Overtreding op momenten dat je denkt dat is toch niet nodig. Groene. Pelova. Actie maken. Binnen doorkomen. Wel proberen neer te leggen voor Berestein. Maar die valt dan ook weer net niet goed. Maar je kunt toch zeggen,
in die eerste fase van de wedstrijd. We zijn al een aardig stukje onderweg. Dat Nederland in ieder geval de overtuiging en de wil heeft om er echt wat van te maken in dit duel. Hele andere uitstraling dan in de eerste helft tegen België. Toen eigenlijk, laten we zeggen, plichtmatig oogde. Erps. Carter. Hem. De combinatie. Met Stanway. En Rachel Daly. Ja, Engeland kan ook prima positiespel spelen. Zellum. En Toon. Uitgeweken naar de linkerkant. Daly, bal voorslingeren. Iedereen heeft die bal gemist. En uiteindelijk gaat hij ook naast. Van Domselaar had het al gezien. Maar dit is zo'n typisch paasje waar normaal gesproken deze Lucy Bronze tegenaan loopt. Ja, als hij niet goed valt voor Russo, dan heb je daarachter altijd nog Bronze. En zo was die paas ook precies bedoeld. Martens, vallend. Van de Donk. Hem. Martens een beetje half in dat duel. Greenwood. Heerenstein moet dat gaatje dichtlopen. Dijkstra. Tegen Russo, prima. Krijgt nog even een beuk na. Russo maakte de overstap van Manchester United naar Arsenal in de zomer. Dat was heel lang in de maak. Het lag gevoelig in Engeland. Omdat ze eerste spits van Engeland zou gaan worden. Dat was ze nog niet op het EK. Toen White nog de voorkeur kreeg. En Russo van de bank kwam. Ploeggenoot nu dus van deze Palova met deze heerlijke beweging. Nu nog een goede paas die aankomt. Carter. Dijkstra. Dijkstra. Speelster van Twente. Daar speelden ze de afgelopen jaren en ook dit seizoen, hoewel ze eigendom is van Wolfsburg. Deze zomer die overstap gemaakt, maar meteen terug verhuurd. Heerlijke beweging dit van Palova. Terug verhuurd aan Twente. Om in ieder geval zeker aan speeltijd te komen en hopelijk voor Twente en voor Nederland in de Champions League. Dat zou helemaal fantastisch zijn. Helemaal vrij. En dus de ruimte voor een goede voorzet. Nu moet er eentje aankomen. Martens niet voor de tegenstander gekomen. Daar zat meer in. Zoveel ruimte voor Palova. Spits. Jansen is daar nog. Berestein komt er niet aan. Zellum. Toen. Risicovol. Al weggewerkt door Greenwood. Beetje te makkelijk dit spitsen. Ja, die lost het zelf op. Palova. Ja, Greenwood. Als Palova dit even volhoudt, dan krijgt Greenwood hier nachtmerries van. Dit was Daly trouwens. Die ook. Want het maakt Palova niet zo gek veel uit. Wie er tegenover er staat als ze eenmaal, ik zou bijna willen zeggen, letterlijk de draai heeft gevonden. Een bergje maar.
De vrije trap voor Nederland. Spits achter de bal. Richting Van de Don. Groene. Normaal gesproken heb je hier natuurlijk te maken met Van de Gracht. Maar ja, die is er niet meer, dus moet je andere oplossingen zoeken. Andere doelwitten. Dat is voor haar niet makkelijk. Groene. Al weggeroeid door zelf. Engeland heeft het moeilijk met dit oranje. Brugts. Dijkstra, die toch tegen België speelde alsof ze nooit anders had gedaan dan in de basis beginnen bij Oranje. En vandaag eigenlijk ook weer, in ieder geval tot nu toe, Jansen, Brugts, Van de Don. Roord, Jansen. Van de Don, kleine ruimte. Jansen is daar niet zo van, maar dit is een prima paas van de Donk. Meteen kijken of Beresteyn bereikbaar was. Die was er niet. En dan dit. Greenwood. Tegen Martens opgeschoten. Hoopt dan op een hensbal, maar die komt er niet. Een ingooi wel voor Nederland. Martens met tijd en ruimte, dat is opmerkelijk. Na een ingooi, Palova. Dijkstra op avontuur, Dijkstra op avontuur, Dijkstra, Urbs. Ja, dit is een middenvelder geweest, hè? Vergis je niet. Dan kan dit gewoon. Dan ben je hier niet onbekend. En dan zie je Engeland ook kijken van wacht even, wat komt zij hier doen en hoe moeten we daarmee omgaan? En dat duurt dan allemaal te lang. Tot Urbs. De hoekschop. Urbs, geen probleem. Zo, Russo ging van Manchester United naar Arsenal. Dat wilde Mary Earps ook. Maar die zit nog bij Manchester United. En die moest daar toch even mee omgaan. Dus dan heb je net de WK-finale verloren. Dan gaat de transfer die je eigenlijk in je hoofd hebt. En waar je helemaal klaar voor bent en op rekent. Die gaat niet door. En dan moet je weer interlands gaan spelen. Hemp. Hemp. Een fijne paas op Toon. Dan is de dreiging in eerste instantie in ieder geval meteen weer weg. Bal toch weer terug naar Lauren Hamp. Daly. Greenwood. Speelster van City. Komend uit Liverpool. Voetballend opgevoed bij Everton, maar Liverpool fan. En daar ook gespeeld. Right. Carter. Bright. Je kunt toch gerust de Stephanie van de Gracht van Engeland noemen. Al zou Stephanie dit nooit doen natuurlijk. Roord. Martens. Probeert die bal met de binnenkant binnen te schuiven. Of in ieder geval tussen de palen. Carter zit ertussen.
Jans. Brugts. Dijkstra. Palova. Dreiging komt vooral van haar kant. Ik heb draaien en keren tegen Daly. Natuurlijk niet echt een back. Dus dan wil je die 1 tegen 1 wel opzoeken. Bright. Oeh, dat kost veel tijd. En ook dit kan. Is het dan buitenspel? Er wordt niet gevlacht. Dan moet die bal in ieder geval op doel. En Lief zit ook. Ja, ja. Lieke Martens. 1-0 Nederland. En gezien het eerste half uur is dat dik en dik verdiend. Ja, hier gaat die bal via Groene naar Van der Donk. Die staat daar buitenspel, maar er is geen VAR om dat te checken. En die assistent, die vlag niet. Dankjewel. En Martens legt even goed, kijkt even. Hij moet daar. En dan is het 1-0. Daar kan ook Bright niks meer aan doen. Het is de beloning van een half uur heel veel beter voetballen dan tegen België. Ja, zij wuift met haar armen. Buitenspel. En eerlijkheid gebied te zeggen, ze heeft gelijk. Hem. Daar is Engeland met Roussa. Eerste kleine beetje dreiging. Daphne van Domselaar. Brands kan Engeland een tandje bijschakelen. Dat zullen ze wel willen. Stanway. Ja, scherp verdedigd hoor, door Dijkstra. Natuurlijk geholpen, maar je moet het eerst zelf even doen. Brugts. Openen in de richting van Palova. Opgezocht door Daly. Dijkstra. Lange bal. Berestijn. Weer Carter ertussen. Die zit er heel vaak tussen. Dijkstra wil vooruit. Dat lukt ook. Palova. Met Daly. Weer er langs. En de overtreding. Nou wordt het tijd voor een gele kaart. En daar is hij. Ze is gezien, ze weet het. En ze doet er alles aan om te voorkomen dat Palova weer kan doorlopen. Ten koste van een gele kaart. En dat is alleen maar mooi voor Palova. En nu kan Daly zich niks meer veroorloven. Jansen. Herbs. Bright. Engeland zoekt. Al ruim een half uur. Engeland zoekende. Toon. Greenwood. Daly staat diep. Hoog heet dat. Greenwood. Russo.
komt er in de verste verte niet aan. Stanway die denkt, ik werk de bal weg. Dat lukt niet, want Jackie Groene staat daar nog. Dit zijn even allemaal oud-gedienden zeg, van het EK 2017 die bij deze goal betrokken zijn. Ze waren er allemaal bij op die openingsdag van het EK. Groene, Van de Donk, Martens. Grote, wereldberoemde voetballers geworden sindsdien. Dijkstra zou dat ook kunnen worden. Heeft heel veel van een goede verdediger sinds ze bij Twente is gekomen van Ajax. Sindsdien gaat er heel veel goed in de carrière van deze Caitlin Dijkstra. Jansen durft niet te openen op Dijkstra. Dus kort Van de Donk. Brands, een beetje te fysiek. Roort. Gejaagd door Toen, maar dat had het net op tijd in de gaten. Spits met een diepe bal. Martens, goed gelopen. Wordt nu buitenspel gegeven. Beter nu dan daarnet. Het is weer op het randje. Maar waarschijnlijk weer waar. Ik zeg waarschijnlijk omdat de camera er schuin op staat. Dan weet je het nooit zeker. Greenwood, Daly, Zellum. En daar is Hemp op zoek naar Russo. Die komt er niet aan. Brugt. Nou, een beetje moeizaam verdedigd, maar zo opgelost. Brands. Combineren met Hemp. Stanway, Hemp. Spitsen. Bal recht omhoog gekopt. Dat is niet heel handig. Russo. En op de paal. Daly. Ja, die is daarin haar element. Meer dan als back. In de punt van de aanval. Daar komt Oranje goed weg. Ongelukkig van Spitsen, die kan dan het tweede kopduel niet winnen. Daly, heel doelgericht als ze eenmaal daar is. Maar op de paal. De ploeg van Wiegman pech. Stanway, normaal gesproken, geflankeerd daar, controlerend op het middenveld door Kiro Walsh, speelster van Barcelona. Nu door Zellum. En dat komt omdat Walsh een kuitblessure heeft opgelopen. Het scheelt toch een slok op een borrel dat hij er niet bij is. Carter, ingeleverd. Spits, rustig naar de bal blijven kijken. Stanway, Daly. Moet ze daar niet in een element laten komen, die Engelsen. Russo, Daly. Nederland komt er nu even niet aan. Stanway.
Daar is Hemp. En van Domselaar. Daar is nog de kans. Alsnog dus voor Brands. Maar weer van Domselaar. Ja, is toch lekker dat je die op doel hebt staan. Ze staat goed. Het is niet de moeilijkste bal. En deze heeft ze ook vol overtuiging. De hoekschop voor Engeland met Greenwood traditioneel achter de bal. Nee, het is niet Greenwood die er staat. Die staat notabene voor het strafschopgebied net buiten beeld. Pelover ruimt even op. Nederland moet even onder de druk uit. Organiseren. En zorgen dat het voorrust niet meer in de problemen komt. Het is nog maar kort. Dit is Greenwood. Zelm. Russo. Dijkstra loopt even door en met succes. Groene. En nu Berestijn wegsteken, binnendoor bij Carter. Dan moet ze er nog een keer kappen. En in de verre hoek, oh, op de lat. Oh, die verdient zoveel meer, dit schot. En je kunt rustig zeggen, Berestijn eigenlijk ook. Dit had 2-0 moeten zijn. Right. Hemp. Prima verdedigende actie van Jansen. Hemp is meteen weg. Jansen ook trouwens. Maar waarom draai je zelf in de problemen? Je ging de goede kant op. Hem, Zellen, stevig aangepakt, hem door spitsen, Toen. Brands was net op de terugweg, dus is dit Brugts. Brugts, even spelen met die routinier uit Engeland. Dan zal jij brutaal wijzen naar de zijlijn. Nog even wat anders. 31 jaar en 19 jaar. Maar die van 19 die wint dit even. Net zoals Dijkstra dit uitstekend doet. Prachtig schot. Valt net niet op tijd. Prima actie Berestijn. Mankeert niks aan. Behalve dat die bal niet zit. En zo gaat Nederland rusten na een prima eerste helft. Als je het wegzet tegen België, zou je kunnen zeggen uitstekende eerste helft. En Engeland heeft wat op te lossen, want het creëert te weinig. Die ene van Daly was toeval. Die bal op de paal. Nederland heeft dat toch een stuk beter gedaan. Had ruimer dan 1-0 voor kunnen staan. Het gezicht van Earps spreekt boekdelen. Kijken of Nederland dit kan volhouden en zowaar kan winnen van Engeland. Naar die nederlaag tegen België. Daar met het witte overhemd aan zien we Stephanie van der Gracht. Twee fans voor haar neus die haar shirt dragen. Maar ja, ze zit nu op de tribune, zal straks worden geëerd voor haar geweldige carrière. En dankjewel voor deze ondersteuning. De 107 interlands die zij speelde voor het Nederlands elftal. Goed, we gaan terug naar Frank Wielaert voor de tweede helft van Nederland tegen Engeland. Oranje leidt met 1-0. Frank. Ja, we kijken naar Kelly. Die klaar staat om in te vallen. Chloe Kelly. Die moet even voor de zekerheid kijken. Maar die startte tegen Schotland inderdaad.
Als Engeland aanvallend in de problemen komt en er is iets nodig, dan gaan ze vaak meteen naar Chloe Kelly. En zij komt in de ploeg voor Rachel Daly. Ja, dat is logisch. Want Daly werd dolgedraaid in de eerste helft door Victoria Palova. En dat leverde een gele kaart op. Die kun je niet laten staan. Want dan is de opdracht voor Palova simpel. Blijf Daly opzoeken. Engeland moet dus anders gaan spelen. Met Kelly er nu bij. 4-3-3. En dit is 1. Het is altijd 1-4-3-3. Geen lekkere terugspeelbal voor Earps. Die bal stuit ook nog op. Hoekschop voor Nederland. In de eerste minuut van de tweede helft. Spitsen trapt. Richting de tweede paal. Daar is Jansen. Palova die schat het anders in dan Kelly. Hoopte daar te kunnen schieten. Zo kan het ook. Via groene bal terug. Berenstein. Verliest van Bright. Dat is op zich niet gek. Palova. En van die kant nu te maken met hem als tegenstander. In combinatie met Carter. En dit lossen ze nu op met z'n drieën. Toen staat te kijken. Carter staat rugdekking te geven. Het gevaar Palova moet worden bedwongen. Dan kan Nederland altijd nog aan de andere kant gaan kijken als het nodig is. Wordt even vastgepakt door Hemp. Dijkstra. Moeizame aanname en onder druk van Russo, maar ze komt eruit. Wordt komt even helpen. Jansen. Carter. Dijkstra. Ja, die drie aanvallers van Engeland zorgen ervoor dat Nederland achterin 1 tegen 1 staat. En vooralsnog veranderen ze daar niks aan. Bal ingespeeld. Carter ingeleverd bij Groene. Van der Donk is nu ook wat meer vanuit de controlerende rol gaan spelen. Om te ondersteunen als het nodig is achterin. En dat zal vast nodig zijn. Overtreding gemaakt door Berenstein. Earps. Bright onder druk gezet door Martens en ook daar aan de buitenkant Brons onder druk gezet door Brugts. Bright. Russo met spitsen. Russo wil door spitsen heen. En uiteindelijk is er nog Dijkstra. En Nederland zal zich ook moeten gaan aanpassen. Kan niet de hele tweede helft 1-op-1 gaan spelen achterin natuurlijk. Als ik het goed zie aan de overkant, loopt Wilms al warm. Kasparij kan niet. Die is niet fit genoeg. En dan zijn de opties redelijk beperkt. Ineens Olieslagers is er nog. Palova. Brugts. Een open op Palova. Palova is nu ineens echt back. Dijkstra en spitsen centraal. Jansen linksback.
Zo kun je ook voorkomen dat Pelova gevaarlijk wordt. Tactisch foefje van Wiegman en Veuring. Nu gaat zij kijken of het werkt. Greenwood. Herbs. Ingeleverd bij Pelova, maar hem zit er heel kort op. Komt vanuit buitenspelpositie. Ja, hij moet natuurlijk op de andere helft. Dat is logisch bij buitenspel. Toch gebeurt dat lang niet altijd. Als het vlak bij de middenlijn buitenspel is. Dat die vrije trap dan op de goede helft genomen wordt, zoals nu. Perenstein probeert zo hoog mogelijk te komen, maar mist toch de bal. We zien Brands. Dreigend mee opkomen zit er vandaag niet of nauwelijks in nog tegen Brugts. Die ook gewoon als links buiten kan spelen, daar dus ook dreigender kan worden ingeleverd bij Zellen. Je kunt wat dingen omzetten bij Engeland, maar Nederland is ook niet onbekend met 4-3-3, om het maar voorzichtig te zeggen. Spits, een rotballetje voor Jans. Instappen Pelova. Was net te laat, dus moet ze nu tegen Hemp. 1 tegen 1. Ja, dat kan Hemp natuurlijk prima. Spitsen werkt weg. Pelova doet dat nu op haar beurt. Zelf een pikt op. Brands. Stanway. En Chloe Kelly. Een lekkere paas. Vastgelopen door Roord. Nou, wel even opgehouden door Groene tegen Toen. Russo. Ja, daar heeft Van de Donk last van de scheidsrechter. Van de Donk moet zich niet met de scheidsrechter bemoeien, maar met deze aanval. Van Engeland, daar is Hemp en de bal van de lijn gehaald door Spitsen. Oh, Pelova. Bal door de benen van Russo, maar wel de bal kwijt. Even je vorm aantonen. Gewoon doen en durven. Van de Donk. Even haar heetgebakerde zelf tevoorschijn komen ten opzichte van de scheidsrechter. Daar is geen tijd voor Perenstein buitenspel te geven. De bal gaat uiteindelijk op de paal, maar het doet er niet toe. Vlag is omhoog. Ze moet de hele tijd op het randje van buitenspel functioneren. En dan gaat dat ook geregeld mis. Hier heeft ze een klein metertje te pakken. Achter de verdediging van Engeland. Zelm goed weggedraaid bij Roord. Carter. Engeland dominanter nu. Van Domselaar. Zo deden ze dat tegen Schotland ook. Zich aanpassen. Naar 1-4-3-3. Dominanter worden.
En dan niet aanpassen aan Schotland, maar aan de omstandigheden. Zoals ze dat hier ook moeten doen tegen Nederland. Om het gevaar Pelova te beteugelen. Carter. Helemaal hier. En hem. Hem binnendoor bij Pelova. Ja, die is niet te houden voor Pelova. Dat is geen verdediger. Martens, rustig aan de bal. Brugts, houdt even in. Nu is het geen buitenspel, maar komt de bal niet bij Berestein. Van de Donk, even fel. Dat was nodig. Latoon. Speelster van Manchester United. Goed op het EK. Als invalster. Wat minder impact op het WK als basisspeelster. Engeland nog steeds geplaagd door blessures. Onder andere omdat Beth Mead nog niet fit genoeg is. Is al wel weer aan het spelen. Ietsje eerder geblesseerd geraakt dan Minima. Zelfde blessure. Zelfde club ook. We zijn wat verder in haar herstel. Dan Viviane Minima. Chloe Kelly. Tegenover Van der Donk. Kelly voorzet bij de tweede paal. Hemp. Oh, wat een wereldredding van Domselaar. Zo hé. Pelova. Heel eerlijk, Hemp ligt daar nog. Dus gaat Van Domselaar nu die bal buiten spelen. Althans, dat wilde ze graag. Maar ze krijgt de gelegenheid niet van Martinsic. En dan kunnen wij hopelijk nog een keertje kijken naar de redding van deze Van Domselaar. Voorzet van Kelly is prima. Hemp goed weggelopen bij Pelova, maar... Van Domselaar gooit zich ervoor met alles wat ze heeft. Blijft kijken naar de bal tot het laatste moment. Prima redding. En die keeper van Aston Villa. Ja. Van Domselaar kwam binnen de lijnen tegen Frankrijk. Nee, eerder. Tegen... Op het EK, laat ik het zo zeggen, voor Sari van Veenendaal. Die viel geblesseerd uit in de eerste wedstrijd. En ineens was deze vrouw er. En iedereen dacht, oh jee. Het duurde een half uur, toen dacht iedereen, zo, dat is fijn. Van Domselaar op doel. En nu denken we dat nog steeds. En steeds weer. Ja, zij telden hem ook al. Ik eerlijk gezegd ook. Maar het is wel een duidelijk beeld, bevestiging van het beeld van Engeland in de tweede helft. Dominant, drie spitsen. Ze gaan kansen krijgen. Het is nu toch weer anders neergezet. Achterin, Dijkstra is nu rechtsback, Brugs is linksback, Pelova is daar weggehaald. Jansen linkercentrale en Spitsen rechtercentrale. Dus de oplossing die de ploeg zelf had bedacht is gecorrigeerd. Groene even mis, Russo, Stanway, Kelly. Brons eroverheen. Hard eroverheen. Bal terugleggen van de Donk. Rustig blijven. Roort. Pelova moet in de bal komen, maar wacht. Wachten doet Carter nooit. Ja, als het 1-0 blijft, dan gaat zij terugdenken aan die bal en de redding van Domselaar. Wij ook trouwens. Ruimte bij Martens en Brugts aan de linkerkant. Brugts, heeft ze die gezien? Nee, die heeft ze niet gezien.
Palova wel. 1-1 tegen Carter. Die kan ze hebben. Zeker op tempo. Ah, dit duurt te lang. Martens. Penalty stip zoeken. Dijkstra. Berestijn buitenspel gegeven. Zij had een ruimte aan de linkerkant. Hier worden geen vraagtekens bijgezet, dat is duidelijk. Brands, bal een beetje ver voor zich uitgespeeld. Brugts is toch te laat. Stanway, steekbal. Daar is Engeland weer, daar is Russo, weer van Domselaar. En nog een beetje groene. En dat is genoeg om weer uit een hachelijke situatie te komen. En ook nu gaat het allemaal net goed. Even van kant gewisseld, Hemp. En ook aan die kant is ze gevaarlijk. Ja, op het WK was ze als tweede spits een revelatie werkelijk naast Russo. Maar nu zien we wat ze ook en misschien wel echt goed kan. Langs tegenstanders flitsen alsof ze er niet zijn. Greenwood met de hoekschop. Weggewerkt. Door Berestijn, Zellen. Roort. Op zoek naar iemand die vrij staat. Dat wordt spitsen. Van de Donk, vastgezet. Van de Donk, dat was geen hele lekkere paas van spitsen. Risicovol. Rousseau verdedigd. En goed ook door Dijkstra. Ja, Van de Donk zegt, ben jij gek? Weg dat ding. Rotbal om aangespeeld te krijgen. Had ze nooit op gerekend. Hoekschop voor Engeland. Domselaar blijft staan. Brugts werkt weg. Ingeschoten Greenwood. En toen. Engeland dringt aan. Dan is een half uur voetballen nog lang. Stanway, steekbal mislukt. Op Brands. Die in dit systeem weer veelvuldig mee naar voren gaat. Dan had ze voor dus geen enkele gelegenheid toe. Nou, één keer. Kelly. Zellen. Hem vraagt alweer. Aan de linkerkant deze keer. Stanway, Kelly. Met Brugts. Uitstappen van de Donk. En dus hier Stanway. En daar de schot en de goal. Ja, het moest gebeuren. Het kon bijna niet anders. Alicia Russo maakte hem. Je kunt met pionnen schuiven, maar dat maakt je nog niet de beste verdediging die je kunt zijn. Dit schot via Jansen. En dan is Russo de echte spits. De bal valt niet helemaal lekker, maar ja, een beetje achter er. Ze heeft voldoende ruimte en overzicht. Van Domselaar kan hier echt niets aan doen. 1-1. Nu wordt het tijd om in te grijpen, denk ik. Jansen. Je zou ook kunnen zeggen, misschien is het te laat. Want het voor die 1-1 gemoeten. Berestijn. Bright opgejaagd door Berestijn. Ik vind dat niet fijn. Maar zo opgelost.
Het instappen van Van de Donk. Ja, dat is het risico. Dan komt daarachter ineens iemand vrij. Hier is Pelova intussen. Pelova intussen. Korte hoek. Zo, dat scheelt niks. Prachtige redding ook van Urbs. En die bal vast. Dat is best knap. Heel weinig ruimte. Daar ook. Net te weinig ruimte uiteindelijk. Kijk even naar de zijlijn, maar ik zie nog niks dat wijst op ingrijpen. Alles wat warm liep, loopt nog steeds warm of staat te kijken. Hij checkt nog even of de afspraken nu duidelijk zijn. Van Domselaar. Prima bal op Roord. Pelova. Waarom die stap naar achteren? Greenwood. Herbs. Toen. Beetje te fel op de man en de bal van Groene. Ik heb het tijdens het WK ook wel eens uitgelegd. De man tegen man situatie kun je ook gewoon in vrouwenvoetbal hebben. Omdat het voetbaltaal is die ze ook gewoon bezigen in het vrouwenvoetbal. Stanway. Brons. Onder druk gezet. Door Brugts. Kelly. Doorjagen van Janssen. Bright. Nederland probeert even hoog druk te zetten. En dat werkt hier. Ja, Roord levert ook weer in. Russo. En dan staat het daar 1 tegen 1. Hem. Tegenover Dijkstra. Neemt geen beslissing. Zellen. Daar is ruimte voor Kelly. Brugts. Glijdt half in. Durft eigenlijk niet in te stappen. En Stanway. Speelster van Bayern München. Glijdt weg, dat helpt niet bij het schieten. En dan zit daar Groene. Stanway met Bayern in de absolute slotfase van de Duitse competitie afgelopen seizoen kampioen geworden ten koste van Wolfsburg. En hier wordt nog even gesproken over wat ze nou precies moeten doen. Aan die linkerkant. Met Brugts. En Martens. Engeland massaal rondom Wiegman. En Veuring daar links. Die staat speciaal even met Chloe Kelly te praten. Kan Engeland deze wedstrijd nu helemaal overnemen? Qua veldspel is dat al gebeurd. Groene zal graag verder willen, maar heeft last van de knie. En dit is Kika van Es hier in het midden. Ex-international gestopt. Vlak voor het WK.
na de wedstrijd. Wordt ook van haar, net als van Stephanie van der Gracht. Sari van Veenendaal, die we al eerder gezien hebben. En nog een paar. Maar zij zijn wel de drie grote namen. Afscheid genomen van het publiek. Martens. Brugt. Berestein, ja. Daar was het wachten op. Ze neemt steeds het risico en steeds is ze net even te snel weg. En hier is het echt kantje boord. Hem. Goeie voorzet. Russo bij de eerste paal net niet. Van de Donk. Even uit de problemen komen. Het ziet eruit als Engeland in de eerste helft. Carter neemt dus rustig de tijd. 1-1 is voor Engeland. Nou ja, niet per se goed, maar oké. Uit tegen Nederland. Want de eerste wedstrijd gewonnen van Schotland. Dan hou je Nederland gewoon op afstand. Ervan uitgaande dat ze normaal gesproken beter zijn dan Schotland en België natuurlijk. Het staat aan het einde van de eerste helft nog altijd 0-0. Wright. Hent helemaal vrij aan de linkerkant. De bal gaat diep richting Stanway. Overname Brugt. Deze bal is goed. Berestein nu sterk tegen Bright. Dat is ze. Berestein. Schot geblokt. Ai. Dit is allemaal goed. En ook dit. Rustig blijven, kijken, moment afwachten. Maar het moment is niet helemaal goed. Stanway, wat een heerlijke paas. Net niet opgepikt door Russo. Wel door Toon, dat zijn vriendinnen trouwens, dikke vriendinnen. Het was al bekend, maar dat heb ik ook kunnen zien op het vliegveld in Sydney. En gelijk vertrok met de Engelse nationale ploeg. En dus tegelijk daar waren, die twee waren onafscheidelijk. Dijkstra. Berestein. Even uit de spits gekomen. Dat doet ze niet zo gek vaak. Berestein. Jansen. Martens. Ja, steeds vaker tussen de linies te vinden. En Brugs die er dan overheen knalt op de linkerkant. Prima paas op Dijkstra. Daardoor geslopen. Dijkstra. Wachten op de goede persoon om te spelen. Martens. Prima aanval van Oranje. Ingeluid door Martens zelf. Eigenlijk hiervoor al. En dit is ook heel goed gepaast en gekeken door Dijkstra. Die deze interlandperiode een prima indruk maakt als basisspeelster. Latoen. Inhouden helpt een klein beetje. Groene houdt een ingooi over. Prima verdedigd. Jackie Groene. Nou, ze kan hartstikke leuk lachen, maar het is een krijger binnen de lijnen.
Hem tegenover Dijkstra. Van der Donk komt helpen en probeert door te bijten. Kelly, niet een kopper, dat is duidelijk. Martens. Kan Palova dit redden? Jazeker. En Brons beukt haar dan ondersteboven. Dat mag blijkbaar, die duw in de rug. Martinsic vindt het allemaal prima. Tweede helft, Engeland echt anders. Dominanter. Niet alleen de formatie is anders. De hele instelling is anders. Ze willen de bal hebben. Ze willen voetballen, ze willen winnen. Russo. Voor Engeland is dit natuurlijk ook een belangrijke wedstrijd. Eerste wedstrijd gewonnen van Schotland. Als je deze uit bij Nederland wint, dan is dat een reuze stap richting de Olympische Spelen. Palova verslikt zich in Stanway. Nederland heeft nog een kwartier voor een doelpunt. En Palova is gezien. Maar er staan ook twee wissels klaar. Kapitein gaat erin komen en Wilms. Brugstraf. Dus een echte bek. En ook Palova gaat eraf. Wilms gaat aan de linkerkant spelen. En Wieke kapitein. Speelster van Chelsea. Afgelopen jaren van Twente. En nu eigenlijk weer buitenspel van Hemp. Met kapitein daarbij. Nou, ook dit seizoen speelt kapitein. Jong als ze is. Nog een jaar voor Twente. Om maar zoveel mogelijk speeltijd te geven. Maar Chelsea heeft het talent van kapitein onderkend. En daar moeten we bij zijn. Als we op voorhand gezegd is dat niet heel dom. De kapitein is een van de grote talenten in het Nederlandse voetbal. Berestijn sterk. Hier is kapitein. Daar is Roort. En daar is Wilms. Op zich vast. Moet het nu ook weer goed maken. De verdediger van Wolfsburg. Nu zijn in ieder geval drie van de vier verdedigers echte verdedigers. Spits is dat natuurlijk niet. Hem. Stanway. Brons. Binnendoor bij Martens. Stanway, ruimte om te schieten. Doet dat maar eens. Ruim naast. Ja, er zijn nog wel opties achterin om het eventueel anders op te lossen. Natuurlijk heb je Olieslagers nog. Die zou op links kunnen. En dan zou Wilms naar rechts kunnen. En Dijkstra weer centraal. Dan heb je allemaal echte verdedigers en ook op hun eigen positie staan. Ja, dan moet je spitsen eraf halen. Die keuze wil Andries Jonker in ieder geval nog niet maken. Martens, Berestijn, nu geen buitenspel, maar die bal niet lekker mee. Zit niet mee. In het Berestijn. Van de Donk.
Bal van Spitsen. Daarom staat ze er nog om dit soort passes te geven. En als Jonker echt bang was om te verliezen, zou hij wel een andere keuze maken. Dus Roort. En Dijkstra, die kan dit ook gewoon. Kaptein vraagt, wijst ook, hier is ze. Kaptein, terugleggen, is niet slecht, maar er is niemand. Achter Berestein. Roort en Martens te ver weg. Goeie aanval van Oranje. Met die Twentse rechterkant. Kaptein. En Dijkstra. Russo gaat naar de kant. Maker van deze goal. Maker van de 1-1. Lauren James komt erin. Impact invaller op het WK. Tot ze zich vergreep. Tegen Nigeria. Rode kaart. Dik verdiend. Ging op haar tegenstander staan. Leverde haar een schorsing en een nationale discussie op. Wat doe je als iemand zo'n overtreding maakt? Als coach ga je haar daarna er dan weer inzetten als ze weer mag. Goede beweging van Roort. Ook prima de bal overgehouden. Dan is het helemaal mooi. En Lauren James is jong. Mag fouten maken natuurlijk. Dan was dit een flinke Dijkstra. Pluim voor Dijkstra deze wedstrijd. Groene. Wilms. Loopactie van Berestein. Maar Bright is sterk. Even de reminder. Nederland moet winnen. Wil je serieus kans maken op de eerste plek. In deze Nations League groep. Wint Nederland niet, dan moet je zorgen dat je tweede wordt in deze Nations League groep. Het scheelt een heleboel gedoe voor een heleboel dingen. Met name de EK-kwalificatie, maar dat is een hele lange route om uit te leggen. Daar gaan we nu nog niet aan beginnen. Toen. Hem. Lauren James. Frivole speelster, dat zie je hier ook. Kaptein. Het is ook mooi dat ze speelt in deze wedstrijd. Tegen Engeland, dan kan de Engelse pers haar even zien. Daar is het natuurlijk niet voor. Dat is een mooie bijvangst voor de Engelse pers. En daar nog een paar wissels. Renate Jansen. En Jacques Groene is leeggespeeld. Geblesseerd geraakt in de tweede helft en het gaat nu echt niet meer. Voor haar komt Damaris Aguerola. En ook Linette Berestein gaat naar de kant. Voor haar komt Renate Jansen, de routinier van FC Twente. Die maakte een goal tegen Levante. Daar is nog heel lang over nagesproken. In de voorronde van de Champions League. We hebben nu geen tijd voor. Zoek hem op, zou ik zeggen. Je gaat er wat van vinden. Toen vrijgespeeld. Diepte gezocht bij Hemp. In het midden had ook gekund richting Stanway. Maar dit is een prima oplossing. De laatste paar minuten van deze wedstrijd. Lauren James. Engeland heeft niet per se haast. Wacht op die ene goede kans. Die misschien nog wel komt. Ingreep spitsen. Bal blijft binnen. Kaptein afgetroefd door Kart. Greenwood. James. Vastgezet. Damaris. Ja, ze gebruikt haar hele lichaam om aan de bal te blijven. Ze beschermt eigenlijk de bal. Dat mag eigenlijk niet.
De scheidsrechter vindt het goed. Uiteindelijk loopt ze zich toch vast. Een overtreding van Stanway. Op kaptein. Jans. Wilms. Wright neemt geen risico met Jansen daar. Is er al jaren bij. Was er al bij in 2017 op het EK. Ook als wisselspeler. Eigenlijk nagenoeg altijd als wisselspeler. Renate Jansen. Krijgt een van de twee nog de kans om de wedstrijd te winnen. Rachel Daly. Heel veel routine heeft Engeland niet op de bank. Veel jonkies. Een paar routiniers die weinig interlands op hun naam hebben staan. Nog wat anders dan je gewend bent. Maar ja, ontbreken er ook nog een paar. Lea Williamson. Aanvoerder op het EK. Nog altijd geblesseerd. Beth Mead heb ik al besproken. En dan hebben we natuurlijk ook een paar routiniers na dat EK afscheid genomen. Spitsen. Hem zegt ik speel de bal. Martin ziet het anders. Dat is ook niet helemaal waar wat hem zegt. Een paar minuten nog. Nederland moet er eigenlijk voor gaan. Dat is toch een beetje lastig. 1-1. 0. En met een tegendoelpunt heb je niks. Martens. Ik moet ook zeggen 1-1 en dan kijken we later wel of we nog een kans krijgen. Wilms, daar maar eens. De bal blijft hangen. Nu gooi je Engeland. Kelly wil wel. Kelly wil altijd. Altijd in de eerste versnelling, in de hoogste versnelling beter. Dat is meestal niet de eerste. Lucy Bronze kan ver gooien. Het hoeft nu niet. Wilms. Damaris. Stanway. Jansen. Er is een bal recht omhoog. Ze staat zelf verderop. Martens struikelt. Kelly. Uitstappen van spitsen moet ze hier nog een keer doen. James over. Gelijk spelen tegen Engeland, dan kun je een heel dik vraagteken zetten bij kwalificatie voor de Olympische Spelen. En eigenlijk kun je er al een voorzichtige streep doorheen zetten. Maar gelijk spelen, dat betekent als je meteen verder kijkt ook, word dan maar tweede. Win de rest. Win van Schotland. Twee keer. Win van België. Maar het kan ook nog zo. Renate Jansen namelijk. Wat een boeien. En wat een moment.
feest in de Galgenwaard. Nederland gaat winnen van Engeland. Daar de fout. Gemaakt door Greenwood. Paas dwars door het midden. Martens en Jansen. Ja, die kansen, hè. Ze heeft zo weinig nodig om te scoren. Geweldige goal. Urps kansloos. Alles doet ze goed. Die routinier van FC Twente. Dit mag je vieren, hoor. 58ste Interland. Het is haar vijfde doelpunt pas, hè. Als international voor deze spits. Maar wat een belangrijke. Gouden wissel. Altijd lekker voor een coach. Engeland nu alles of niks. Want niks is het al. Zelf. Breit mee naar voren dus. James. Toen. James. Het Van de Donk. Breit in de Van de Grachtrol. Zelm. Kelly. Hier is Breit. Ik heb er al vergeleken met Van de Grachtrol. Dat was niet voor niks. Ook om dit. Hem komt er niet aan. Enorme beuk van Breit. Natuurlijk ligt Van de Donk daar. Brons. Bal opnieuw inbrengen. Damaris kan goed koppen. Brons. Wilms, overtreding. Ja, het is nu knokken geblazen. Een paar minuten nog. Goudhaantje van de avond, Renate Jansen. Dikke glimlach. Ook van degene voor wie ze erin kwam, Renate Linette Berestein. Twee echte routiniers. Geweldig doelpunt, hoor. Oh, dikkie. Al jaren goud waard bij Twente. In alle opzichten. Spelen, persoon, spits. Genieten op de bank. Ook voor die andere spits. Mooi om te zien. Nederland even met 10. Want Van de Donk moet even wachten voor ze weer binnen de lijnen mag. Dat zal nu mogen. Het mag nog niet. Even de bal op de ploeg houden. Maar dan moet de bal naar de andere kant. Dit is verstandig dus. Want dan mag Van de Donk er weer in. Kapitein. Verslikt zich in het veld. James. Bright moet die bal laten gaan. Wilms grijpt in. Half. Is voorlopig genoeg. Kelly met Van de Donk. Kelly nog steeds. Van de Donk. Even bijten. Kelly. Wild. Te wild. Dikke minuut nog. Tweede helft bij Schotland-België net begonnen, 0-0. Wat hem betreft blijft dat zo. En dan zit Nederland er weer volop bij. Greenwood, slordig. Kapitein, hard werken. Dat is wat je nu moet doen. Het hoeft niet mooi als het maar effectief is. Ah, verkeerde ingooi. Hier wordt even overlegd hoeveel tijd er nog is. Ik denk dat zij zegt, we doen er nog een minuut bij. Na die blessurebehandeling van de Donk. Dijkstra. James. De gooi wordt gegeven aan Engeland. Spitsen laat die bal dan liggen natuurlijk.
Greenwood. En hem kan die bal niet binnenhouden. Oranje gaat dit winnen. Oranje in Utrecht te sterk voor Engeland. Zellum. Van de Donk, pijn bij het wegtrappen van die bal. Zellum. Roort. Zellum wil zelf herstellen, dat lukt niet. Van de Donk heeft echt pijn. Zellum ook trouwens. Krijgt wat verlaat de vrije trap mee. En er komt alsnog een gele kaart voor Roort. We zitten inmiddels al heel dik in de extra tijd. Laatste kans voor Engeland. De vrije trap, Earps. Gaat staan alsof het een doeltrap is, dan komt ze ver genoeg. Mary Earps. Richting Bright. Maar die verliest het kopduel van Damaris. Spitsen roeit die bal weg en dan wint Nederland. De missie is geslaagd. De missie. Gelukt na die mislukte missie in België. Lukt het Nederland om helemaal terug te komen in deze groep? Helemaal er weer bij door te winnen thuis van Engeland. Na een uitstekende eerste helft, een hele moeizame tweede. En hier de coach en zijn gouden wissel, Renate Jansen. Zij beslist de wedstrijd in Nederlands voordeel. En dat is lekker voor iemand die er al zo lang bij zit bij dit Oranje. Het is even slikken voor Wiegman, want verliezen is niet gewoon. Voor Engeland en voor haar. Als ze verliest van haar landgenoten. Nederland. Hele knappe zegen. En als gezegd, van Engeland win je niet zomaar even. Dat is vandaag ook weer gebleken. Een totaal ander Oranje dan vrijdag in Leuven tegen België. Dit is het Nederland waar je trots op kunt zijn. Die eerste helft, het knokken in de tweede helft. Het overeind willen blijven. Zoeken naar de juiste oplossingen achterin. Alles klopt hieraan. Het is toch bijzonder dat dat kan in een paar dagen tijd. Zo groot zijn die verschillen dan ook weer niet. Mooi moment ook voor Mieke Kaptein die hier nog even extra gefeliciteerd wordt. Door de keeper, Danielle de Jong, keeper van Twente. Die spelen dus samen. Oranje, de galgen waard is Nederland weer goedgezind. En dan kun je zeggen, ja, we willen een keertje spelen in de Arena, we willen een keertje spelen in de Kuip. Maar de galgen waard kan ook gewoon de Kuip van deze Oranje vrouwen worden. Breed lachende bondscoach Andries Jonker. Het is hem gelukt om de ploeg in een paar dagen tijd goed op de rails te krijgen. En deze ploeg is dus in staat om een behoorlijk slechte eerste helft tegen België weg te zetten tegen Engeland met een hele goede eerste helft. En keihard vechten in de tweede. En met navenant resultaat. Twee grote elftallen naast elkaar. Engeland ietsje groter dan Nederland. Maar Nederland was ze vandaag de baas. Vlak naast elkaar. Vol respect ook. Ze kennen elkaar goed. En hij kan zeggen, jullie willen naar de Spelen. Vandaag hebben jullie ervoor gezorgd dat het kan. Traditionele praatje. Na afloop met alleen maar lachende gezichten om Andries Jonker heen. Ja, het compliment, het hele dikke compliment op het allerlaatst gaat naar Renate Jansen.
En het applaus is voor Renate Jansen. En het is verdiend voor die routinier van FC Twente. De terugkeer van Domselaar, ja, daar mag ook best even aandacht voor zijn. Van de Donk, jij hebt het ook gedaan. Knuffel van Domselaar voor Van de Donk. Want het is waar wat Van de Donk zegt. Jij hebt het ook gedaan. Zij was ook belangrijk. En hoe? Op de momenten dat Nederland het echt moeilijk had. We gaan kijken bij de matchwinner. Wat zal die blij zijn? En ik ben benieuwd naar die grote grijns. Renate Jansen. Ja, Renate, gefeliciteerd. Wat dacht je toen je die bal raakte? Ja, ik dacht alleen maar ik schiet op doel. En ja, dat hij er zo lekker in vliegt, had ik ergens niet verwacht. Maar heel lekker. We hebben gelijk de statistiek even opgezocht. Jouw laatste doelpunt voor Oranje in een officiële interland. 6,5 jaar geleden. Dit is wel piek op het juiste moment. Ja, zeker. Ik voel dat ik de afgelopen tijd ook meer aan het scoren ben. En als je dan mag invallen, dan wil je alles laten zien. En die bal die komt perfect. En ik dacht niet na, ik schiet. En ja, zo help ik het team. Ja, je helpt enorm. Want kun je eens uitleggen hoe belangrijk deze 3 punten zijn? Ja, enorm. Kijk, afgelopen vrijdag was niet goed. En ja, dan speel je thuis in een vol Galgenwaard. En de eerste helft speelden we zo goed en kom je gewoon goed voor. En daarna verliezen we het een beetje. En als je dan uiteindelijk winnend over de streep trekt, dan is het gewoon heel lekker. Ja. Is het inderdaad dat volle Galgenwaard? Want je voelde meteen dat er in de ploeg meer energie zat, meer zin op een gekke manier. Ja, zeker. En dat zag je ook aan ons spel. Ja, is die hoop op de Olympische Spelen opeens weer helemaal terug? Ja, nou ja, de hoop was er altijd al. Alleen het is wel lekker als je hier thuis tegen Engeland wint. Ja. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, Nederland wint dus en moet nu hopen op een goed resultaat tussen Schotland en België. Dan zou een gelijkspel lekker zijn. Dat was net nog het geval. Maar nu niet meer. België staat inmiddels voor. Missipo maakt een doelpunt. Dit deed dat in 50 interlands hiervoor nog nooit. Wat is er met België aan de hand? In deze pool, als ze gaan winnen, zijn ze koplopers. Zover is het nog lang niet. De wedstrijd is nog niet klaar. Het is in Schotland. Engeland heeft intussen afscheid genomen en de eigen fans bedankt. Die zaten met z'n allen in een hoek en deze voelen ze wel even. Bij de Engelsen. En zij staan klaar, ook om afscheid te nemen. Sari van Veenendaal heeft met een gerust hart afscheid kunnen nemen. Van het Nederlands elftal heeft daar Daphne van Domselaar achtergelaten. En dat heeft het Nederlands elftal geen windeieren gelegd. Kika van Es. Zij mag het spits afbijten bij het afscheid nemen. Was erbij op het EK in 2017. Uitstekende verdediger. Speelde voor Willem II, speelde voor VVV, voor PSV, voor Achilles 29. Toen dat nog bestond. Voor Twente, voor Ajax. Sari van Veenendaal. Keeper. Bij de winnaar van het EK in 2017. Finalist van het WK 2019. En viel in de eerste wedstrijd van het EK 22 uit. Stefanie van der Gracht. Gestopt na het WK. Was speelster van Inter. Dochter mee. Wordt manager bij AZ, Eredivisieploeg bij de vrouwen. Is dat inmiddels al? Is aan het afscheid nemen van het voetballeven als speelster. Een icoon van een verdediger, Stefanie van der Gracht. Maar inmiddels ook waardig vervangen door Dijkstra. En ook respect, dat is mooi. Als gezegd. Deze twee ploegen respecteren elkaar enorm. Ook van de Engelsen. Die zijn blijven staan.
Het zijn een paar grote namen met een mooie interlandcarrière die afscheid nemen van het Nederlands elftal. Het gaat snel. Maar er is voldoende aandacht. Iedereen is blijven zitten. Dat zegt ook genoeg. Sari van Veenendaal, inmiddels actief. KNVB te ondersteunen in het kader van de vrouwenvoetbal. Het is ook niet zo lang geleden dat hij nog international was. Het is het einde van een hele mooie voetbalavond voor Oranje. Het was een groot affiche thuis tegen Engeland. Een moeilijk affiche, omdat er gewonnen moest worden. Maar er is gewonnen. En dan kun je alleen maar lachen. Ja, zij niet. Maar wij wel. Nederland doet weer mee om de eerste plaats in de Nations League. En dus een plek op de Olympische Spelen. Dankjewel, Frank Wielaert. Ja, iedereen opgetogen, blije gezichten. Mensen die elkaar om de nek vallen. Het Nederlands elftal heeft weer kleur op de wangen. Het wint van de regerend Europees kampioen en de vice wereldkampioen. En een mooi beeld, Stephanie van der Gracht. Daar die Sarine Wiegman knuffelt, of eigenlijk andersom. En Wiegman ook even met Kika van Es en Sari van Veenendaal. Ja, die kennen elkaar allemaal goed. Ja, Leonne, dit is een onverwachte meevaller. Ja, dit is een geweldige avond zo, hè. Prachtige wedstrijd. Ja, en dan ook nog dit soort grootheden afscheid kunnen nemen op zo'n manier. Maar ook toevallig Sarina Wiegman en Arjan Veuring daar dan ook nog eventjes bij zijn. Jessica is erbij. Ja, dat geeft toch een goed gevoel, hè? En ze krijgen van onze oud-bondscoach van Sarina Wiegman Engelse shirts met hun eigen naam erop. Kijk. Dat is mooi bedacht. Ja, dat is ook attent vanuit de Engelse kant. Zeker. Ja, Jessica, dan is het Renate Jansen. Ze is 32 jaar. Haar laatste belangrijke interland goal maakte ze in 2017. Rivka refereerde er al aan. Die het dan beslist. Hoe mooi is dat? Nou ja, ze doet gewoon wat ze moet doen. En ze is bij Twente op dit moment ook gewoon echt heel goed op dreef. En wel jammer voor ons, want wij komen ze natuurlijk volgende week tegen. Ja. Maar ja, ze schiet hem gewoon fantastisch binnen. Ja, het was een geweldige goal die ze maakte. Daar zat heel veel in, Leonne. Tja, dit is echt legendarisch. Wat een doelpunt. Die paas van Martens is perfect. Precies de goede snelheid. Ja, en dat je hem zo af kan ronden op zo'n moment in de wedstrijd tegen deze tegenstander. Ja, waanzinnig. En dus hebben we zin om heel veel mensen nog aan het woord te laten over deze wedstrijd. En we zijn natuurlijk ook benieuwd naar het verhaal van de bondscoach. Want geloof maar dat er wat druk op deze wedstrijd heeft gezeten na die nederlaag tegen België van eerder deze week. Gaan we straks allemaal doen, dus blijf bij ons. We zijn zo bij u terug.